Nou, daar zijn we weer, YouTube-kijkers. Vandaag heb ik eigenlijk maar één ding te doen. En dat is eigenlijk alleen werken, voor 5 uur lang. En, ik zie wel hoe dat gaat lopen, of het druk wordt of niet. Maar, voor de rest zie ik wel hoe het gaat. En wat ik eventueel ga doen. En het is trouwens mooi weer, want de zon schijnt. Dus ik ga gewoon nu al naar het werk toe. Met de bus. Want als ik op de fiets zou zitten, zou ik dan niet zo moeten doen. Dus ja, maar ja, ik wil dus een beetje luid doen om het even kort te zeggen. En ga ik ook daar wat eten. En ook op voorhand uiteraard halen. Dus ja, we gaan kijken hoe het loopt. Ja, we zijn bijna op het werk. Dan gaan we snel even iets eten en zo, voordat we gaan beginnen. Nou, ik ben weer klaar met werken. Ik ga zoetjes aan naar huis toe. En hoe erg kan het zijn op het werk af en toe, echt. Maar daar ga ik nou niet meer over vertellen. Nou, ik ben inmiddels thuis. Ik heb ook net gewoon lekker een simpel broodje op. Lekker gegeten. In ieder geval zat brie op. Lekker hoor. Dus ja. Maar ik weet nog niet wat ik vanavond allemaal wil gaan doen. Dus ja. Ik zit te denken of te gaan sporten. Of naar de film. Alweer. Ja. Maar dan een film die ik nog niet gezien heb. En dat is een andere nieuwe film. Civil War. Als ik het goed zeg, dus ja, we zien het wel. Nou, ik ben inmiddels bij de bioscoop. We gaan naar de film toe. Ik heb van mijn werk, Civil War. We gaan kijken hoe die is. En zodra dat pauze is, zal ik alvast een kleine review geven. Nou, het is ondertussen pauze. En eerlijk gezegd, ik vind het tot nu toe best wel een goede film. En wat ik inmiddels net heb begrepen is dat een andere figuur er ook nog tussendoor komt. Maar dat laat ik het zo meteen weten. Nou, we zijn thuis. De film is dus afgelopen. Maar de tweede helft, wat de hel. Ik geef toe, die was echt geweldig. Dus, voor iedereen die de film Captain America Civil War nog niet heeft gezien, absoluut kijken. En echt speciaal dan ook voor echt de tweede helft of zo. Want, ja, gewoon geweldig de tweede helft. En, ik kom bijna niet uit mijn woorden, maar oké. Het is helaas Nels, maar gewoon de tweede helft. Wat de hel, wat was die goed. En helaas ga ik niet spoilen, maar gewoon waanzinnig. Gewoon kijken en ik ga nog even tv kijken en tot mijn volgende vlog. Houdoe.